Siska Volkertsma, ja, wat kun je over de wedstrijd zeggen, Siska? Ja, het was denk ik, we begonnen goed. En daarna zwakt het wat af. Je komt wel 1-0 voor, maar uiteindelijk scoort Heerenveen de 1-1. Ja. Ja, daarna maken we het onszelf wel redelijk lastig. Ja, dan kom je in de tweede helft, is het nog steeds wel lastig voetballen. En dan krijg je de 2-1 om de oren. Ja, en dan moet je nog als team ervoor zorgen om toch nog een gelijkspel of een winst uit te spelen. Ja. Was het een moeilijke wedstrijd of was het... Ja, kon alle kanten eigenlijk op gaan, hè? Ja, het was wel lastig. Het was af en toe wel lastig en even zoeken. En ja, op bepaalde momenten liep het wel goed, op bepaalde momenten liep het niet goed. Hoe vond je dat nou beginnen in de basis, zo hier in Heerenveen? Ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Sowieso in de basis altijd mooi. En vooral als je ook tegen je oude club, dat je dan in de basis mocht beginnen, dat is alleen maar mooi. Zeker. En je speelde eigenlijk helemaal voorin. Is dat een nieuwe rol hier al? Ja, op dit moment vindt de trainer dat ik daar het beste tot mijn recht kom. Dus dat in het belang van het team het beste is, dan accepteer ik dat. Maar ook heel nuttig, want iedere keer was het ook de afvallende bal dat je die weer mooi kon oppakken en dan druk weer naar voren. Was de ontbrekende schakel, vond ik eigenlijk wel. Heb je ook zo'n beetje idee of denk je van het iets te veel? Voor mijn gevoel was het nog niet zo geweldig, maar ja, momenten wel. En momenten dat het gewoon wel beter moet en dat je er meer voor moet doen. En dat vind ik op dit moment nog wel lastig aan die positie. Het is natuurlijk wel anders. Ja. Ja, het is af en toe even zoeken en dat vind ik soms wel lastig. En begin van de eerste helft speelde je echt fantastisch Ajax. Speelde heel Heerenveen aan de flank ook zoek en natuurlijk snel die goal. Daarna werd het toch wat lastiger. De tweede helft was gewoon vechten, denk ik, hè? Ja, vooral het begin van de tweede helft liep het nog niet helemaal. Nou, en het einde van de tweede helft, ik denk de laatste 20, 25 minuten, ja, dan willen we gewoon voor die 2-2 gaan. En uiteindelijk ook voor die 2-3 gaan. Ja. Dus ja, dan ga je gewoon met z'n allen vechten ervoor. En ja, wil je het hoogst haalbaar eruit halen. Ja. En dat was op dit moment de 2-2 ook wel. Was de 2-3, had er ook nog aan kunnen komen. Maar van hetzelfde gaat hij dan de andere kant in. Ja. Dus ja, het was een beetje, ja, of hij valt daar of hij valt daar. Ja. En nou ja, dan verloopt de wedstrijd toch nog heel spannend op het eind. Het kon alle kanten opgaan. Hoekstra die nog van de Heerenveen een spannende uitbraak had. En ja, jullie ook nog een paar keer kansen. En het blijft toch 2-2. Tevreden of niet? Ja, ik denk dat je uiteindelijk wel tevreden moet zijn met een punt. En ja, Twente laat punten liggen, wij pakken 1 punt. En je verliest natuurlijk ook 2 punten. Maar ik denk op dit moment dat, ja, dat je moet blij zijn met een punt. Want je had ook met 0 punten kunnen staan. Nog even vooruitkijken, het gaat wel lekker zo in de basis. Nog meer wensen of plannen bij Ajax of het Nederlands elftal? Ja, nou, we zullen zien. Ik wil gewoon eerst weer lekker gaan voetballen en het naar mijn zin hebben. En precies. Verder, ja, en dan zie ik wel wat er komt en wat er niet komt. Tot slot, heb je nog wat tegen de Friese heren nog iets gezegd? Kwam je nog bekende tegen Heerenveen? Nee, ik kom altijd wel bekende tegen natuurlijk. Ja, met Tini Hoekstra kan ik heel goed en heb ik lang mee gevoetbald. Dus ja, dan praat je altijd wel. Daar heb je wel een speciale band mee. Dus dat is altijd leuk om die weer te zien. Gevecht aangaan en als eerste te willen zijn. Of, want je stond niet echt tegenover haar. Nee, precies. Dus dan is het wel weer anders. Ja. Dus je komt er in het veld niet echt tegen. Maar ja, buiten het veld zeker. En dan spreek je nog een woordje Fries of? Ja, zeker. Kijk! Ja. Ja, wat wil je horen? Nou, iets wat je aan Heerenveen wil meegeven. En speelster of zo in het Fries. Hoekstra. Wat vond je van Hoekstra in het Fries? Ik vond dat ze een hele mooie goal hier, Jort. Mooi in de kruising. Hartstikke bedankt.